De officiële opening van het zeeschildpad en nestseizoen 2019 heeft vanmorgen plaatsgehad in de Paramaribo Zoo. Dit is gebeurd in het kader van de World Wildlife Day gisteren. De Verenigde Naties heeft in 2014 3 maart uitgeroepen tot World Wildlife Day. Het thema voor dit jaar is Leven onder water voor mens en aarde. De officiële opening is verricht door de minister van RGB en directeur WWF Guyana's, respectievelijk Roline Samsudin en Laurens Gomez. Dit gebeurde samen met leerlingen van de OS Blauwgrond. Volgens Samsudin is de focus dit jaar voor het eerst gelegd op het leven onder water. Het is dus een unieke gelegenheid om het bewustzijn over de adembenemende diversiteit van het leven onder water te belichten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het cruciale belang van marine soorten voor de menselijke ontwikkeling en hoe wij als mens een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de bescherming hiervan in het belang van de toekomstige generaties. World Wildlife Day stelt ons tevens in de gelegenheid om de vele prachtige en gevarieerde vormen en de vele voordelen van wilde fauna en flora extra te belichten. Volgens de directeur van WWF Guyana, Suriname Gomez, zijn de zeeschildpadden eerder dan normaal aan wal gekomen. De eerste die gespot waren zijn de groene zeeschildpadden en de Surinaamse aitkanti, die normaliter later in het jaar aan wal komt. Dus eigenlijk zijn er op dit moment 2 belangrijkste locaties. Eén is aan de monding van de Marowijne rivier bij het strand van Galibi. En de andere is bij Braamspunt aan de monding van de Suriname rivier. En het is eigenlijk niet elk jaar zo, omdat de stranden langzaam verschuiven. Dus vroeger had je Matapika. En ik zou voor iedereen zeggen, nu is een bijzonder moment. Want zo dichtbij als Braamspunt zijn de zeeschildpadden niet elk jaar. En we verwachten ook dat dit strand een keertje ophoudt te bestaan en dat de zeeschildpadden dan een andere plek moeten zoeken. Sommige, bijvoorbeeld een groene zeeschildpad, die legt meer dan 100 eieren per keer. En vaak ook meerdere nesten per seizoen. Dus 1 vrouwtje komt verschillende keren per seizoen aan land. En dus samen zijn dat een paar 100 eieren. Zo. Dus daarmee is ook het belang dat dus, er snel goede controle is op de stranden, is ook extra belangrijk. Laurens Gomez, directeur van WWF Guyana Suriname. Hij sprak vanmorgen tijdens de officiële opening van het zeeschildpaddennestseizoen 2019. Dit vond plaats in het kader van de World Wildlife Day, die op 3 maart is gevierd. De opening heeft plaatsgevonden in de Paramaribo Zoo.